Ik ben Monique Kaufman. Ik werk al 25 jaar in het boekenvak en de afgelopen 4 jaar als winkelmanager hier bij Dekker van de Vecht. En dat met ontzettend veel plezier. Samen met Hans Peters, oud-directeur van Dekker van de Vecht en al 40 jaar in het boekenvak, hebben we het plan opgevat om Dekker van de Vecht te laten doorstarten als zelfstandige boekhandel in Nijmegen. We gaan dit niet alleen doen, we gaan het met een geweldig team doen. Samen 350 jaar boekhandelservaringen. Ik ben Sascha en ik werk sinds 1980 voor Dekker van de Vecht. Ik heb me altijd bezig gehouden met de non-fictie afdelingen. Dus rubrieken als geschiedenis, psychologie, recht, geneeskunde en dergelijke. Ik vind het heel belangrijk dat in een grote boekhandel als de onze een goed gesorteerde non-fictie afdeling aanwezig is, waar je op verrassingen stuit. Je komt misschien voor een bepaald boek, maar je vindt iets anders wat eigenlijk nog veel interessanter is. Zo'n soort boekhandel wil ik graag zijn samen met mijn collega's. En ik hoop dat u ons daarbij wilt steunen. Graag tot ziens bij Dekker. Ik ben Carla. 30 jaar geleden ben ik begonnen bij Dekker van de Vecht als boekverkoper. Het lijkt me fantastisch als we weer als zelfstandige winkel door kunnen gaan onder die naam. Ik heb 2 bijzondere interesses in deze winkel: spanning en reizen. Dus zoekt u een mooie bestemming met een spannend boek, dan bent u bij mij aan het juiste adres. Hallo, ik ben Daan en ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor de in- en verkoop van tweedehands boeken. Iedere dag ga ik weer met veel plezier de boeken doorneuzen die de klanten ons aankomen bieden. Je weet niet wat er langs komt, iedere dag is anders. Het is een heel gevarieerd aanbod. En vooral de variatie hiervan vind ik erg leuk en de verhalen die achter de boeken zitten. We hebben hier een heel ruim assortiment en vooral in combinatie met de nieuwe boeken kunnen we heel veel klanten aan het juiste boek helpen. Tot ziens in onze nieuwe winkel. Ik ben Astrid. Ik ben mijn hele leven al gek op boeken. En ik kan gelukkig al 19 jaar in deze winkel met die fijne boeken werken. De laatste jaren hou ik mij vooral bezig met de kinderboeken en met de non-boeken. Ik hoop dat we u mogen laten zien wie we zijn en wat we kunnen. En dat we nog heel veel jaren in deze fijne winkel kunnen blijven werken. Ik ben Peter. Er is de afgelopen weken veel gebeurd in ons boekenvak. Maar ondertussen ben ik wel blijven lezen. In de afgelopen weken zijn er trouwens ook veel mooie nieuwe boeken verschenen. Ik mag graag even een paar laten zien. De nieuwe Murakami, Perlman, Rosenberg. Alle 3 echte aanraders. En nu ga ik lezen de nieuwe roman van Falcones. En ik hoop dat het, net als zijn vorige boek, net zo'n heerlijke leeservaring wordt. Ik hoop u snel te kunnen vertellen wat ik van Falcones vind. Graag tot ziens. Hallo, ik ben Constance. En regelmatig zeggen klanten tegen mij: oh, werken in een boekhandel lijkt me zo leuk. En ik kan hier wel uren rondsnuffelen. En ik moet ze gelijk geven. Werken in een boekhandel is heel erg leuk. En uren rondsnuffelen ook. En het zou heel fijn zijn als dat in de toekomst ook nog mogelijk is. U hier rondsnuffelen en ik help u daarbij.